Ingewikkelde is aan dit spelletje, Sven, is dat je de helft moet ongeveer van buiten afkomen. Hè? Dat is toen in dat bij Putters is dat opgeschreven. Ja. Dat is dus voor ons dus heel moeilijk kwartetten, want wie zijn die namen van buitenaf? En wat we wel begrijpen is dat je hebt natuurlijk Dick Schoof, die ook als premier van buitenaf komt. Ja. Die is gevraagd door de PVV, maar die heeft gezegd... Ik sta boven alle partijen. Ik wil het best doen, maar ik ben namens alle vier daar. Ja. Wat mij niet helemaal duidelijk wordt deze week... en dat heb ik toch al gevraagd bij al die partijen... is van, zijn er nou meer mensen die zeggen... ik wil best minister worden, maar ik wil niet namens een partij er zitten? Ja. En wordt dat geaccepteerd? Nou, dat is niet duidelijk. En bij wie gaat die er dan af? En dan krijg je weer inderdaad andere verhoudingen... en daardoor kan die puzzel steeds veranderen. Nou, en sowieso, van wat is van buiten de politiek? Daar kunnen ze ook dagen over discussiëren. Stel jij als iemand van buiten de politiek? Ik denk het wel. Vind jij Dick Schoof van buiten de politiek? Nou, ja, die man is die zullen zij tellen als van buiten de politiek. Ja. De VVD had een beetje het idee van buiten de Kamerfractie is het van buiten. Ja. En dat accepteert NSC dan weer niet. Maar ja, NSC heeft een jaar nieuwe partij. Een andere bewindslieden heeft gediend, is natuurlijk niet van buiten de politiek. Helemaal van buiten. Haagse mandarijn. Maar er zijn dus best wel wat die dus... Je bedoelt een Chinese mandarijn, zeg maar. Ja, we hebben in de bokbal dus lang over discussiëren. Hoeveel partijgenoten dat u weet zijn er gebeld inmiddels? Kom in dat kabinet bij ons gezellig in de drijvenzaal zitten? Ik ben in ieder geval blij dat ik niet met dit spel nu mee hoef te doen... en dit soort mensen allemaal hoef uit te zoeken. Ja, vindt u zelf een antwoord op de vraag? Nee. Ik probeer hier vrij vakkundig omheen te bewegen. Ja, dat is helemaal gelukt. Maar u helpt mij daar dus niet bij. Ik zag hem wel tellen in zijn hoofd. Dan hoeft er maar het eigenlijk. Nee, maar er wordt in al die partijen geronseld natuurlijk... en ook in de uwe, toch? Of niet? Dat kan ik niet ontkennen. Maar er is... Ik heb de afgelopen maanden heel veel gesprekken met allerlei mensen gehad. En je krijgt informatie, mensen polsen dingen. Ja. Maar wij zijn wel echt met iets anders bezig. En heel veel CDA's die weten waar we mee bezig zijn als partij. Maar aan de andere kant, als het...